Voor de DGOC Online Marketing Podcast ging ik onlangs in gesprek met videomarketeer Ted Dame. Jij mag één keer raden wie er nu aan de andere kant van deze camera staat om dit filmpje op te nemen. Nou, we hadden het over allerlei leuke zaken rondom videomarketing en hoe je daarmee aan de slag kunt gaan. Luister nu naar het hele interview wat ik met Ted had op de podcast. In deze aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast ga ik in gesprek met videomarketeer Ted Dame. Ted werkt vanuit Maastricht aan allerlei videoproducties en online learning programma's om andere mensen ook enthousiast te maken voor videomarketing. Welkom Ted, dankjewel. Leuk dat je mee wilt. Dankjewel Mark, dankjewel dat ik gastspreker mag zijn in jouw podcasting, leuk. Ja, wij kennen elkaar natuurlijk al wat langer, omdat je ook co-auteur bent van Succes met e-commerce, het boek wat we vorig jaar hebben uitgegeven. Ja. Dus de lijn was zo gelegd, om het zo maar te zeggen. Ja, precies, zo gaat het, hè. Ja, ja. Ja, ja. Hey, kun jij om te beginnen eens voor de luisteraars vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, dat kan ik. Mijn naam is Ted Dame, je zei het al, ik ben videomarketeer. Ja, wat doe ik? Wie ben ik? Dat vind ik altijd leuker, want dat gaat staat een beetje meer los van het zakelijke gebeuren. Ik zie mezelf, en dat krijg ik ook vaak terug, als een doener, een creatief iemand die graag dingen ontwikkelt. In dit geval, en dan kom ik op het zakelijke, heeft dat ook te maken met beeld, met video in dit geval. Dus ik vind het leuk om dingen te creëren en om zelfstandige professionals te helpen, met name kenniswerkers, om online video als communicatiemiddel in te zetten. Omdat het een groot aantal voordelen heeft en je daarmee een groter kijkerspubliek kan genereren die jou ook als professional figuurlijk zien zitten. Ja, misschien ook letterlijk in beeld, maar met name figuurlijk zien zitten in de zin van met jou aan de slag willen, op welke manier dan ook. Dus daar komt die creativiteit van mij ook tot uiting. Dus in die zin zie ik mezelf als een soort creatief ondernemer. Heeft voor- en nadelen, maar daar komen we misschien straks nog wel op. Dat klopt dan, hè? Precies, dat zijn er wat meer van ons die dat hebben. En op die manier help ik mensen met op allerlei manieren. Dat kan producties zijn, dus dat ik producties maak. Dat kunnen inderdaad trainingen zijn, wat jij inderdaad al zegt. En zelfs een webshop met apparatuur. Dat is even heel in het kort wat ik doe. En ik hou zelf erg van een toch wel no-nonsense aanpak. Redelijk resultaatgericht, kan ik wel zeggen. Maar ook, en ik hoop dat voor veel van mijn abonnees met name ook wel te merken is, een beetje luchtigheid erin en een beetje lol en af en toe een wat humor. Daar hou ik ook wel van. Dat is een beetje... Ja. Je laat je persoonlijkheid naar voren komen in de zakelijke, zeg maar. Ja. Precies, een eigen zaak is natuurlijk serieus. Er moet geld verdiend worden. Het is wat je graag wilt doen en wat je liefst elke dag wilt blijven doen. Dus daar hoort ook sales bij. Maar daarmee is het ook serieus. Maar dat neemt niet weg dat hier en daar mag er wel een lolletje zijn. En probeer ik dat zo uit te dragen. Ja, god, en dan hoop ik dat ook zo overkomt. Oké, maar als je als creatief ondernemer actief bent, dan zijn er natuurlijk 100 verschillende dingen die je kan doen. Maar hoe lang ben je al met videomarketing bezig en hoe ben je daarop uitgekomen? Ja, maar het is relatief kort. Tenminste, ik vind 4,5, 5 jaar nog relatief kort. En ik ben daar op een moment op uitgekomen. Eigenlijk is het op een natuurlijke manier ontstaan. Ik heb 17 jaar in loondienst gezeten. Ik heb ooit bedrijfseconomie gestudeerd en daarna ben ik gaan werken om werkervaring op te bouwen. Ik had toen wel nog even een halfjaartje of een jaar een eigen bedrijf, maar ik moest ook een scriptie schrijven en dat was allemaal lastig te combineren. Dus ik heb eerst besloten om een stukje werkervaring op te doen. En dat heb ik uiteindelijk langer gedaan dan ik gedacht had, omdat ik gewoon heel veel verschillende functies kreeg, ook in de marketinghoek. Maar toen het bloed toch wel weer kroop waar het niet gaan kan in 2009 of zo was dat, 2008, 2009, om eigen ondernemer te worden. Toen wist ik nog niet precies wat ik ging doen. En ik was wel met fotografie bezig, als een uit de kluiten gewassen hobby, maar met video nog niet. Een collega die vroeg toen van, goh, ik heb een event in Tialf, een schaatstempel in Nederland. Kun je dat event filmen? Want ja, foto's, dat hoef ik niet. Ik heb al een fotograaf, twee hoef ik er niet. Maar ik ben wel op zoek naar een videograaf of iemand die een video maakt. En hij keek me zo aan en ik video, nooit meer iets meer gedaan. Hij had meer vertrouwen in mij dan ik in mezelf op dat moment. Dus hij zei, hier op je camera, ga maar wat doen. Ik vertrouw het, komt helemaal goed. Jij kan dat. Want als ik je foto's bekijk, het zijn niet helemaal dezelfde disciplines. Er zit wel overlap bij, maar goed. Dus ik ging met het cameraatje op stap, ik heb die video gemaakt en daar was hij heel tevreden over. Ik vond het zelf nog leuker dan ik dacht, want video was toch een beetje ingewikkeld en al die knopjes die er nog extra bij komen en het is een heel andere manier van storytelling. Maar dat ging eigenlijk wonder boven wonder behoorlijk goed en daar is eigenlijk het balletje beginnen te rollen. Ik stopte toen met mijn werk, dus die marketingfunctie die ik had, dat stopte. Ik wilde gewoon iets nieuws, ondernemerschap, video om te lopen. Op een gegeven moment dacht ik, en dat is nou 3-4 maanden geweest denk ik, op een soort van natuurlijke manier, maar wacht eens even. Video is een communicatiemiddel. Ik vind marketing heel leuk. Video marketing. Nou, het was toen ook in Amerika al was het al iets langer aan de gang, het video marketing gebeuren. In Nederland nog veel minder. Tot bijna niet. Dat is eigenlijk een heel logische combinatie. Het is geen onnatuurlijke mix. Het is iets waar ik anderen mee kan helpen. Ondernemers vind ik leuk om te helpen. Ik ben er zelf een.
Dus ik weet waarover ik praat, ik weet wat ze tegenkomen in hun ondernemerschap. En daarmee kan ik ondersteunen met video marketing. Dus wel de mix van video met marketing, dat vind ik toch wel een aparte mix. En daar is eigenlijk het balletje gaan rollen. En dat is van kwaad tot erger in positieve zin geworden. Wij creatieve ondernemers hebben wel de neiging om ons op iets nieuws volledig te kunnen storten, zeg maar. Ja, nou ja, absoluut. Het nadeel, en dat bedoelde ik straks toen ik me introduceerde van creatief ondernemen, is dat, en dat hebben heel veel ondernemers denk ik, je ziet zoveel mogelijkheden voor je, kansen ook en zoveel dingen die je kan creëren. Maar er is één ding wat we allemaal te weinig hebben, en dat is tijd, of misschien moet ik zeggen tijd maken. En dat zijn 24 uur in een dag, dus het kan niet allemaal. Het moet ook inderdaad op een goede manier vermarkt worden. Überhaupt moet er behoefte aan zijn, doelgroep voor zijn, enzovoort, enzovoort. Dus het kan niet allemaal. Dus je moet jezelf enorm afremmen. Want zeker als je start, dan doe je nog vrij veel zelf in het begin. Van A tot Z. Dat geldt voor mij ook. En dat geldt nog steeds voor een deel. Ja, dus je moet keuzes maken. En als je creatief bent en ook wel dingen ziet, dan moet je schrijf het op en parkeer het of zo. Maar rem jezelf af, want anders doe je dingen maar half of zelfs voor een kwart. Ja, en daar ga je niet meer redden. Ja, maar dat is wel een goed idee. Ik was laatst op een evenement en er was ook een ondernemer die zei van, nou, ik heb gewoon een enorm groot ideeënboek. Elke keer als er iets per se uit mijn hoofd moet komen, dan schrijf ik het op. Dus als ik ooit weer een keer iets nieuws wil opstarten, hoef ik geen nieuw idee te bedenken. Dan pak ik het boek wel. Ja, klopt. Nou, dat is ook zo. En dan zijn de belangrijkste, of de meest interessante ideeën, die komen op een gegeven moment, komen die toch wel tot uiting, ga je ze toch van doen maken. Alleen duurt het dan misschien een jaar langer of een half jaar, of misschien soms zelfs wel 2 jaar langer. Maar ze komen wel, de belangrijkste, want dat filtert zich op een gegeven moment vanzelf wel uit, omdat je ook steeds meer ervaring krijgt. En als je dan terugkijkt in dat boek, dan denk je van, nou, er zijn toch wel best wel wat dingen die uiteindelijk gebeurd zijn. Alleen, het kan niet allemaal in een week. Je moet gewoon, spreid het gewoon en groei in de loop der jaren, waardoor die keuzes ook min of meer vanzelf ontstaan, omdat je gewoon merkt in de praktijk wat wel gaat werken en wat niet werkt. Ja, precies. Hey, maar de laatste jaren is je timing is natuurlijk heel erg goed, want videomarketing is juist nu hot. Ja, klopt. Dat merken we op allerlei manieren. Het is goedkoper geworden om te doen. Er zijn livestreaming apps gekomen. Verzin het allemaal maar. Ja, klopt. Hoe merk jij dat in jouw business? Ik zie steeds meer ondernemers die naar me toe komen, zeg maar spontaan, zonder dat ik heel erg hoef te gaan lopen trekken. Omdat ze steeds meer vragen stellen op allerlei gebieden, hoor. Dat kan over techniek gaan of camera presentatie of YouTube. Steeds meer merk ik dat mensen gewoon met mail of soms telefoon naar me toe komen en vragen stellen. En dat is gegroeid in die afgelopen jaren. Ik ben zelf natuurlijk ook gegroeid, dus mijn bekendheid is natuurlijk ook een stukje groter geworden. Dat speelt zeker ook een rol. Maar ik merk echt dat mensen zeggen, ja, video, daar kom ik gewoon niet omheen. Vroeg of laat kom je daarmee in aanraking. Wil je er iets mee, bepaal je het eigenlijk zelf. Maar die vraag die komt. En die komt steeds nadrukkelijker bij mensen, omdat ze het gewoon ook om zich heen zien. En mee willen doen en ook bij, ik zou daar zeggen, moeten zijn. Om die boot niet te missen. Ja, dat is ook zo. En je hebt onlangs een nieuw programma gelanceerd. Dat is daar zit jouw humor trouwens wel een beetje in, als ik dat zo voor me zie. Dat heet Oma. Ja, klopt. En dus je hebt filmpjes waar een oma in functioneert bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk alleen maar metaforisch, maar kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is inderdaad metaforisch, want dat is niet zo. Het was eigenlijk helemaal niet zo voor opgezet. Het is begonnen omdat ik zelf online programma's ging ontwikkelen na 1 of 2 jaar, omdat ik in het begin natuurlijk veel 1-op-1 werkte en veel producties deed. Daar veel van leerde. Hè. Als je het hebt over leren wat er speelt buiten, dan is dat een hele goede manier. Maar op een gegeven moment merk je ook dat je aan een plafond zit qua schaalgrootte. Nou, dan ga je kennis online proberen te verkopen. Dat is zeg maar zo'n 2-3 jaar geleden is dat langzamerhand zie je dat steeds meer om je heen. En ik deed daar ook aan mee. Maar de ervaring die ik daarmee opbouwde en ook op de verkopen die ik genereerde, dacht ik, waarom zou ik geen programma maken over hoe ik dat gedaan heb en hoe ik daar anderen mee kan helpen? Daarmee ga ik een stapje verder dan alleen de video op zichzelf, dus de educatieve of de trainingsvideo's die mensen kunnen maken. Dat is toch een stukje marketing eromheen wat ik daarbij betrek. En uiteindelijk had ik mijn hele woonkamer vol liggen met hoe zo'n programma er dan uit moest zien. Allemaal van die A4'tjes op de grond en weken op me in laten werken. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet het gaan realiseren tot iets wat overzichtelijk is. Daar is die O, die M en die A ontstaan. En die staan voor ontwikkelen, maken en aanbieden. Dat zijn eigenlijk de fases die je doorloopt. Dus het maken zit met name het video gebeuren. Want bij het ontwikkelen moet je eerst gaan nadenken, waar gaat het eigenlijk over wat ik online kan en wil aanbieden. Ontwikkelen, maken, aanbieden. En ik kwam er eigenlijk na een paar weken achter toen ik wist van dit gaat het worden. Dit is de inhoudsopgave. Dit zijn de video's die erbij moeten gaan komen. Ik keek daar zo eens naar en denk, OMA, dat is oma. En het is niet andersom gegaan. Het is eigenlijk gewoon, daar kan ik wel iets mee. Dus, en toevalligerwijs had ik een kort film lopen van een regisseur. Die vroeg of ik daar iets met licht wilde helpen. En graag aan meewerken. En daar speelde een oma in. Die is zeg maar een actrice.
Dit is 86 of 87. En toen ik besefte van, oh, maar daar kan ik ook als metafoor inderdaad gebruiken, heb ik haar benaderd van, god, zou je mee willen werken aan dit verhaal wat ik voor mijn eigen bedrijf doe? En dat vond ze helemaal geweldig. En ik ben al een paar keer daar geweest, hebben in een lunchcafé hebben een commercial opgenomen. Dus in die zin, ik moet even onherbiedig verpakking, dat klinkt misschien niet zo heel aardig, maar het is wel een goede manier, zeg maar, om op een visuele manier naar buiten te treden met datgene wat je doet om je kennis online te verkopen. En de methodiek is OMA. Maar mensen onthouden dat. Ja, precies. Want dit is bij mij ook blijven hangen. Ja, en dat personaliseren, soms schrijf ik een mail namens oma, dan mail ik iemand en zeg van, goh, je had een interesse en hoe staat het voor? Ik moest namens oma even vragen hoe het op... En dan krijg ik op zijn minst leuke reacties. Kijk of ze meedoen. Je kunt er natuurlijk iets mee. En natuurlijk blijft het altijd gaan om het verkopen van je kennis online, om een stukje schaalgrootte te creëren en het uurtje factuurtje te ontstijgen. Op deze manier, wat ik in het begin zei, kan ik ook weer een stukje humor erin brengen. Ja, nou ja, dat past wel heel goed bij jou als ondernemer volgens mij. Ja. Maar oma is een nieuw programma. Wat heb je voor andere programma's ontwikkeld daarvoor, zeg maar? Andere programma's zijn deels online, deels offline. De offline, dan heb je dus live contact. Dat kan bijvoorbeeld een masterclass zijn. De masterclass meer klanten met je introductievideo bijvoorbeeld. Omdat veel mensen, die starten, die willen graag op een homepage een introductievideo. Weet je niet zo heel goed hoe ze het aan moeten vliegen. Wat moet er wel in, wat moet er niet in? En moet ik dan voor de camera? Nou ja, het liefst wel, denk ik. En hoe moet ik dat doen? Hoe werkt dat dan? Nou ja, daar heb ik dan een eendaagse voor waarbij die video niet meteen kan en klaar is. Want het is een groepsgebeuren. Je helpt elkaar ook. En zo ga je die dag vooral veel oefenen. Dus de masterclass is er eentje, introductievideo. Ik heb een YouTube training, dat is echt puur videolessen. Dan kun je gewoon starten met YouTube. En hoe kun je een mooie banner krijgen? Hoe kun je in YouTube editen? Hoe kun je afspeellijsten maken? Als je echt je YouTube kanaal wat meer body wil geven. Omdat het toch een soort van tv-kanaal haast is. In plaats van alleen maar een plek waar je je video's gaat hosten. Want dat is toch wat veel gebeurt. Dat is gewoon jammer. Dus dat is een online training. Nou, je hebt een iMovie training, hoe je video's kan bewerken. Dus er zijn een aantal low-end en high-end programma's in mijn klantpyramide, om het zo maar te zeggen, die elkaar opvolgen, op elkaar kunnen versterken en waar mensen kunnen kiezen. Ja, dat is een goede, dat is een strategie die je steeds vaker ziet bij dat is een oma online dienstverleners natuurlijk. Klopt, absoluut, zeker. Ja. Ja. Ik las op jouw website gisteren iets over blabcasting. Ja, blabcasting, blabcasting, daar ga je al. Ik spreek het al verkeerd uit. Ja. Ik had geen idee wat dat is. Kun je dat eens uitleggen? Ja, nou, dat idee had ik tot voor kort eigenlijk ook niet. En af en toe de neusjes hier en daar op internet rond of er nog wel leuke dingetjes te ontdekken zijn. En ik kwam deze tegen op een Amerikaanse site en ik dacht, wat is dit? En ik noem het zelf, maar dat is even mijn eigen interpretatie, een soort combi tussen Periscope, dat is livestreaming. Dus met je mobieltje kun je overal... Kun je online gaan, kunnen mensen dan live jouw verhaal ter plekke beluisteren en ook in de chat reageren. En Google Hangouts. Google Hangouts is dan een tool van Google waarin je met maximaal 10 mensen live te zien kunt zijn. En mensen in de chat kunnen reageren en daar kun je allemaal dingen mee doen. Dit vind ik een soort mix en het leuke daarvan is dat het vooral heel toegankelijk is. Dat vereist nauwelijks of eigenlijk bijna geen technische kennis. Wat je doet, je maakt een account aan op blab.im en dan kun je een blabcasting gaan starten. Nou, hoe ziet het eruit? Je bent zelf in beeld als host. Je kan iemand anders die deelneemt, die in is gelogd, omdat hij jouw link heeft gekregen van die blabcasting, die kan via de chat kan die vragen stellen, maar die kan ook in, ik noem het even de middelste ruimte van het beeldscherm komen en live met zijn gezicht in beeld, waardoor je een soort live conversatie hebt. En daar kunnen maximaal 4 mensen in dat beeldscherm in het midden komen. En daar kunnen oneindig veel deelnemers zijn uiteindelijk die via de chat reageren. Maar het mooie vind ik, behalve dat het heel easy en toegankelijk is, is dat je dus ook een verslag kan doen, bijvoorbeeld van een live event, met 4 verschillende mensen die allemaal hun mobieltje hebben. Ja. En dus op hetzelfde social platform, het is eigenlijk een social video platform, onder dezelfde link, dus in hetzelfde blabcasting gebeuren, verslag kunnen doen. En dan kun je van de een naar de andere schakelen zonder dat je een satellietwagen of een regiekamer nodig hebt. Een wifi of een internetverbinding, dat heb je nodig. En die blabcasting. Dus ik zie daar wel, in Amerika is het al volgens mij een behoorlijke hit. Of het hier gaat aanslaan, het zal natuurlijk blijken. Ik zie daar heel veel mogelijkheden, vooral ook omdat het nu in een beta-versie is. Dat betekent dat de makers er ongetwijfeld nog wat dingen aan toe gaan voegen. Dat kan dus zeg maar aan de randen van het huidige webinar gebeuren en Google Hangouts gebeuren en ook het Periscope gebeuren. Kan het mensen daar naartoe verschuiven die dit heel makkelijk en prettig vinden en voor hun marketing, zakelijk dus,
En misschien aan het privé kun je het gebruiken. Maar ik vind het met name interessant om ze vanuit zakelijk optiek te kijken. Kunnen gebruiken. Dus ja, ik vond het wel een hele leuke tool die ik echt wel nodig vond om even mijn ease in te delen en ook te vertellen van hoe werkt het dan en wat kun je ermee. En ik ken nog niet alle ins en outs, daar ben ik nog mee bezig. Maar ik wil de mensen wel alvast op weg helpen van hey, kijk eens hier, dit is er nu. En hoe zie jij de toepassingen voor jouw bedrijf bijvoorbeeld? Want ik denk dat dat een keer zijn. Ja. En maar moet je bij zo'n platform als Blabcasting, net als bij Periscope, dan weer opnieuw beginnen met volgers opbouwen binnen dat platform en zo? Ja, jij kunt inderdaad je eigen volgers opbouwen, maar dat gaat volgens mij heel snel. Wat er gebeurt is dat jij je Blabcasting link in de uitzending bijvoorbeeld kan heel makkelijk kan delen. En ook de deelnemers in de uitzending kunnen een bepaald knopje klikken. Tell a little bird heet dat knopje. Ja. En dan is dat een soort olievlekwerking, waardoor heel veel mensen zeg maar meteen in de uitzending kunnen komen of jou kunnen gaan volgen. Ik heb nu al een paar volgers die sinds gisteren ontstaan zijn, spontaan. Maar wat je nu omschrijft werkt een beetje hetzelfde als bij bijvoorbeeld Periscope. Ja, er zit ook overlap tussen met Periscope, ja. Ja. Oh ja, maar het lijkt me wel een interessante toevoeging op het in dat speelveld. Ja, absoluut. En maar goed, die ontwikkelingen gaan sowieso razendsnel. Periscope is sinds kort ook landscape modus mogelijk. Dus dat gaat ook weer veel veranderen. Eindelijk, want dat was ik in het begin. Oh, die telefoon is echt mijn vloek in de kerk. Maar goed, ik snap het wel. Maar hoe denk jij daar dan over? Want bijvoorbeeld op Facebook wordt het meeste bekeken op de mobiel. Ja. Als je dan zo'n rechtopstaande uitzending hebt, ja, dan neem je dus een heel groot. Kun je eigenlijk heel makkelijk fullscreen gaan bij iemand die door de timeline scrolt. Heeft ook alweer zo zijn voordelen. Kun je heel makkelijk fullscreen staan? Hoe bedoel je dat? Nou ja, die rechtopstaande video's die worden met de mobiel geschoten. Ja. En op het moment dat je ze rechtstreeks publiceert op Facebook en je komt in het overzicht. Je scrolt naar beneden en iemand ziet zo'n video van jou voorbij komen, klikt erop om te kijken. Dan krijg je hem gelijk fullscreen rechtopstaand. Ja, maar dan heb je nog steeds dus links en rechts je zwarte balken, bedoel je? Nee, dat is dus weg. Dat is dan nieuw voor mij, want op zich had ik altijd het idee dat je bij rechtopstaande beelden dan die zwarte balken links en rechts hebt. En ja, God, film is in de breedte. Ja, precies. Je ogen staan ook in de breedte. Bij fotografie is het natuurlijk dat je ook rechtopstaande foto's kan maken, maar dat is stilstaand beeld. Maar bij video, ja, God, een bioscoopscherm, een computer, dat is allemaal breed beeld. Dus toen Periscope begon had ik zoiets van, jammer dat dat er nog niet is, maar nu is wel, dus dat is dan wel fijn. Dus als dat verholpen is, ja uitstekend, graag. Ja toch, en nu wachten we een week en dan zal Meerkat het ook wel hebben. Ja, Meerkat was dan net voor Periscope zelf, en Periscope heeft volgens mij marketing wat beter gedaan ofzo, want die is wat grotere penetratie gaat hier in Nederland bereikt. Ja, dat zal ook ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat ze overgenomen zijn door Twitter. Ja, klopt, dat is waar. Hey, even terug naar video marketing specifiek, want er zijn heel veel mensen nu mee bezig, steeds meer en steeds laagdrempeliger. Maar daardoor zie je ook een heleboel dingen voorbij komen waarvan je wel eens denkt, misschien had je dat beter niet kunnen doen. Ja. Dus hoe kijk jij daar tegenaan? Wat zijn de grootste valkuilen binnen videomarketing? Nou ja, je zegt dat had je misschien beter niet kunnen doen. Het maffe is een beetje, wat ik merk, is kijk, content is king, dat hoor je vaak in de marketingwereld. Het is ook zo, maar ik ben ook wel, en dan maak je de link met video, de vorm doet er ook toe. En op het moment dat jij heel druk bezig bent om je website een goede uitstraling te geven, daar goed over na te denken, met Facebook, met al je andere marketingactiviteiten, en in één keer komt die video om de hoek kijken en zie ik dat mensen bij wijze van spreken, uitzonderingen daar gelaten, zeggen van nou, als er maar iets op staat, dan heb ik tenminste ook een video, dan is het goed. Dan denk ik van oké, wacht even, kijk even naar datgene wat je hebt, wat je uitstraling moet en mag zijn en wat je wil dat het is. Kijk of die video daar ook aan voldoet. En het hoeft echt geen Hollywood-stijl te zijn. Maar je hoeft hem niet meteen te publiceren. Op een of andere manier oefen even net even nog een uurtje langer. Of misschien wel een halve dag langer. Zodat je ook er helemaal achter staat. Omdat er soms inderdaad dingen voorbij komen. Van ik denk van ja, of het duurt te lang. Dat is vaak een valkuil. Ik noem het en toen syndroom. Zo van nou en toen. En dan denk ik ja, die kijker is al lang afgaat joh. Kies nou één of twee boodschappen. Want dat is al. We praten hier over een online medium. Online is sinds de laatste 5 jaar een enorme boost omhoog gekomen qua marketing. En dat is een heel snel medium. Mensen zitten bij wijze van spreken met hun muis of vinger als het om een tablet gaat, om je weg te klikken of weg te swipen. Dus dat betekent, zeker bij video, dat je de aandacht moet krijgen en vooral ook houden. En in tegenstelling tot tekst, daar kun je doorheen scrollen. Bij video niet echt.
Dus je weet niet wat er later in die video komt. Dus telkens weer moet je in de video alinea's, noem ik het even, die aandacht zien te herkrijgen voor zover het nodig is, zodat die liefst de hele video uitgekeken wordt. Als je dan alleen maar en toen gaat vertellen, wordt het op een gegeven moment gewoon een beetje saai en niet to the point en mensen gaan afhaken. Dus dat zie ik wel heel veel als valkuil. Dus de tip daar tegenover is dan weer van hou het kort, to the point en de kunst van het weglaten. Dat is waar ik de meeste mensen ook mee help die bijvoorbeeld een script met mij willen maken voor een salesvideo of introductievideo. Dat ik echt zelfs ter plekke en ook vooraf, maar ook zelfs ter plekke nog voor de camera toch weer dingen ontstaan waardoor het net nog even wat korter en heel eenvoudig wordt en daardoor ook krachtiger en to the point. Want ze denken van het is toch wel een proces waar je even doorheen moet. Dus laat dat proces even ook zijn tijd nodig hebben en probeer jezelf die tijd te gunnen. Want het hoeft niet meteen online, oefen eerst. En dat is wat we in de video soms merken, dat is wat ik bedoel met het maffen. Ja, video, cameraatje aan, en het moet meteen goed zijn. Ja, dat doe je bij je site waarschijnlijk ook niet en bij je blog. Maar zou je dan een onderscheid maken tussen opgenomen video's en dat livestreaming bijvoorbeeld? Ze kunnen elkaar versterken. Kijk, je kunt video's van tevoren bedenken, opnemen en dan zijn ze geëdit en klaar. En daar zit minder video-interactie over het algemeen in. Hè. Zo'n introductievideo is vooral om een stukje vertrouwen te genereren en zie je op iemands homepage. Terwijl livestreaming, dan ben je echt veel meer aan het interacteren met mensen. En neem niet weg dat als je, vind ik, een Periscope of een podcasting of Google, wat het ook is, gebruikt, denk van tevoren wel naar wat je wil. Want wat ik bij Periscope ook wel eens zie, en daar zie je het ook, dat dan zit iemand achter de camera, Periscope-uitzending, dan zijn er vogels en het gaat in het begin drie keer nergens over. Natuurlijk is het leuk om te vragen waar kom je vandaan, moet je ook absoluut doen, doe ik ook. Maar op een gegeven moment lijkt het wel alsof de kijker aan het afwachten is wat de ontvangers aan de chat gaan invullen en de ontvangers zijn aan het wachten wat de zender gaat vertellen. En je wilt toch het kaf van het koren een beetje scheiden, dus bedenk van tevoren ook een beetje wat je doel is, hoe groot of klein het ook is, ook bij de livestreaming. En natuurlijk ontstaat het met name plekken in de interactie. Maar ik ben wel voorstander in allebei de gevallen van bedenk even wat je wil, want het is niet alleen jouw tijd, het is ook de tijd van de kijker. Ja, precies. En een van de grootste valkuilen die ik bij Periscope zelf al heb ontdekt is op het moment dat je live gaat, dan heb je twee dingen eigenlijk. Aan de ene kant wil je gelijk beginnen. Ja. Omdat je bent per direct live en dus op het moment dat je zo'n filmpje achteraf ook nog publiceert op Facebook of YouTube, dan wil je ook niet dat mensen moeten wachten. Ja. Maar het nadeel is dat het duurt ongeveer een minuut voordat er een beetje een fatsoenlijk groepje online is. Hè? Want die link van je bent live wordt verspreid, hè? Aan de abonnees en op Twitter en zo. Klopt. Dus aan de ene kant, je kunt wel gelijk beginnen met praten, maar je moet toch een soort van introductie doen die heel algemeen is of zo. Ja, klopt. Dus, maar goed, daar kun je over nadenken natuurlijk, van hoe ga je daarmee om? Misschien kun je altijd starten met een anekdote die alleen maar voor de achterafkijkers is, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, precies. En dat je dan begint. Ik zeg maar wat, hè? Dus, maar goed, dat die hele tool zit natuurlijk nog een beetje in de... In kinderschoenen, zeg maar. En daardoor is het nu nog veel meer geaccepteerd als over een jaar. Dan zal het allemaal wat professioneler zijn. Ja, en er zijn op dit moment ook heel veel mensen die vind ik echt heel interessant zijn om te volgen. En op een hele goede manier doen. Dus ook daar geldt, leren. En inderdaad ook zo, weet je, je moet het ook niet dood gaan denken vooraf. Soms moet je dingen uitproberen gewoon en durven. En vallen en weer opstaan en zo leer je. Nee, dat is ook zo. Hey, we hebben het nu over valkuilen gehad, maar heb je ook tips voor dat zijn er heel veel natuurlijk, de ondernemers die nu zelf video's opnemen, waar moeten ze nou echt op letten? Ja, het belangrijkste als ik even vanuit, er zijn een paar dingen die bij video vind ik belangrijk zijn, dat is natuurlijk je verhaal, je content, maar het is ook een stukje, ik noem het even de fysiek, hoe sta je voor een camera als je er zelf voor staat, en in veel gevallen is dat toch wel zo, en ook, ook stemgebruik, daar kun je zeg maar, denk ik... mee scoren, daar kun je vaak een onderscheid mee maken. Dus maak het verhaal levendig door te vertellen. Zorg dat je inderdaad gezien wordt, en dan heb ik het even over niet alleen figuurlijk gezien qua marketing, maar ook letterlijk dat je gewoon niet in het donker staat. Hè. Een soort simpele situatie als tegenlicht, dat je de zon achter je hebt en je bent zelf donker omdat de camera het niet anders kan. En jij denkt dat het oké is en dan ga je hem publiceren en dan ben je zelf donker. Dat is even een technisch dingetje en ook qua geluid. Dus zorg dat je gezien wordt, zorg dat je goed verstaanbaar bent. En natuurlijk dat je verhaal uiteraard interessant is. En dat zijn volgens mij de eerste vereisten en dat het ook een bepaalde dynamiek in zich heeft. Want video's van 20 minuten of 30 minuten, tuurlijk, het hangt van het onderwerp af, maar op het algemeen zijn ze wel heel erg lang hoor. Goed, maar dan heb je nog een onderscheid waarschijnlijk tussen video's die je aan de voorkant publiceert, tussen promotioneel doeleind. Klopt.
Of je trainingsvideo's? Ja, absoluut. En zelfs bij de trainingsvideo's, natuurlijk, daar mogen ze wat langer duren. Want mensen hebben dan misschien hebben dan gekozen voor een online training bij jou bijvoorbeeld. Hè. En ja. Stel jij bij jou in het geval van zoekorganisatie hebt een training aangeboden, dan zijn die mensen geïnteresseerd, dus dan willen ze niet in 2 minuten. Dan kan ik me voorstellen dat zo'n les misschien 10 minuten duurt. Maar waar ik ook erg voorstander van ben, als het om educatieve trainingsvideo's gaat, is kijk heel goed waar een nieuw onderwerp, echt een nieuw onderwerp begint binnen jouw vakgebied. En vraag je af of je daar niet gewoon een nieuwe video over moet beginnen. Omdat je uiteindelijk wil bij zo'n online trainingsvideo-serie dat mensen ja, een gedrag veranderen, iets leren wat ze daarvoor niet konden. En dat doe je niet door heel lang in een video bezig te blijven. Geef ze een opdracht of laat ze iets doen. Of zoek naar een mix waardoor ze inderdaad straks die site hebben die beter gevonden wordt. Als het om jouw expertise bijvoorbeeld gaat. Of in mijn geval dat die video beter zichtbaar is of whatever. Dus vertel ze ook niet te veel. Zoek dan liever naar een nieuwe aflevering met nieuwe informatie dan alles in 1 aflevering. Dat geldt daar ook wel. Maar je hebt gelijk, introductievideo, salesvideo aan de voorkant. Dat is natuurlijk nog een stuk krachtiger en korter. Ja, natuurlijk. Dat zijn allemaal weer verschillende takken van sport. Ja, en dat zie je ook een ontwikkeling. Als ik naar Amerika kijk, zie ik soms salesvideo's die waarbij letterlijk tekst wordt voorgelezen die in beeld het ziet is. En die duren dan soms 20, 30 minuten. Ik heb niet idee dat er is een heel argumentatie achter waarom dat dan zou werken. In Nederland zie ik dat toch minder gebeuren. Zeker als ik mijn eigen situatie kijk, waar ik dat wel eens getest heb, dan merk ik gewoon in de statistieken dat mensen bij een langere salesvideo eerder afhaken. En wat ik nu doe, en dat heb ik bij Oma bijvoorbeeld gedaan, als je naar de pagina gaat waar de informatie over het Oma-programma staat, dan heb ik meerdere video's op die pagina gezet. Bovenin, in het midden en onderaan, met verschillende doelstellingen. En dat is ook een stukje experimenteren en proberen en kijken hoe het daarmee gaat, hoe mensen reageren en of ik de statistieken nog dingen kan leren, in plaats van die ene hele lange video die een half uur duurt. Ja. Ja, dus het klinkt als een logische strategie. Zeker een goede tip. Hey, ik sluit af met 2 vragen die ik aan iedereen stel. Yeah. Je hebt ze van tevoren al gezien, dus je hebt er misschien ook een beetje over na kunnen denken. Yeah. Voor ondernemers is 5 jaar een heel lange periode. Maar de vraag is, waar zie jij jezelf over 5 jaar? Dat vond ik best wel een moeilijke vraag hoor. En voor 5 jaar is het een soort horizon, hè? Hoe dicht dat eigenlijk wordt. Maar als ik kijk, als ik daar zo over filosoferen nadenk, zie ik mezelf wel vanuit mijn videomarketing hetzelfde doen wat ik nu doe, maar dan op een wat ander level, in die zin dat ik dan meer een loketfunctie zou willen creëren voor mensen die ondernemers, professionele kenniswerkers die met videomarketing aan de slag willen. Waarbij ik de takken van sport die ik nu aanbied ook nog aanbied. Dus dan praat ik over die trainingen, online dan of offline producties en ook de webshop die ik nu heb voor videoapparatuur. Misschien een software tak erbij, dus dat je video software, heb ik niet over bewerkingsprogramma's, maar video software zoals kijk, nu heb je bijvoorbeeld heel veel programma's en tools en plugins waarmee je e-mailadressen kan verzamelen in een video. Dus dan komt er zo'n balkje, zo'n opt-in in de video. Nou ja, die bestaan al langer, dat is op zich niks nieuws. Maar dat zijn dingen waar ik aan denk als ik met aan de software denk, waarbij je dus programmeurs nodig hebt. En dat betekent qua organisatie, want dat kan ik natuurlijk niet allemaal in mijn eentje doen, dat wordt te groot, dat ik veel meer in een soort matrix organisatie denk ik terechtkom, waarbij je echt nadrukkelijk gaat samenwerken met andere mensen. Om ook anderen zeg maar als expert in dat gebeuren hun plek te geven. En dat ik dus ook niet altijd zelf voor die camera ga staan. Dat is gewoon niet haalbaar, niet reëel als ik die situatie nastreef. Dus die pilaren die ik nu heb, die worden groter. Er komt er misschien nog eentje bij. Deels zal ik niet altijd alles zelf moeten willen doen ook. En ook niet kunnen doen. En ja, in 2016 is mijn doel om ongeveer 4500 zelfstandige kenniswerkers geholpen te hebben met videomarketing. En dat kan een kleine vorm zijn of een grotere vorm. Ja, in 2000, praten we over 5 jaar, 2020, dan zal dat, ik kan er geen getallen plakken, maar dat zal natuurlijk nog een keer een paar factors groter worden, misschien wel 10.000 of zo. Op jaarbasis bedoel je? Op mijn lijst staan, die ik echt geholpen heb vanaf de klantpyramide, of het nou een e-book is wat ze tot zich genomen hebben en daar een aantal tips uit gekregen hebben, of de complete VIP-dag, waarin ik ze persoonlijk help. Want ik kan natuurlijk geen 4500 of 10.000 producties maken. Dat is niet het streven. Moet je jezelf klonen? Ik moet mezelf bij wijze van spreken klonen. Nou, dan komt die matrix, of matrix, die projectorganisatie, samenwerkingsverbanden met anderen aan de orde. Die in mijn gebeuren een rol spelen en hoe dat precies gaat qua vorm en inhoud, dat moet natuurlijk nog bekeken worden. Eerst maar als 2016 die doelstelling halen. En er is, ja, wat ik al in het begin zei, creatief ondernemer, ideeën genoeg. Maar ik geloof niet dat ik heel wezenlijk andere dingen ga doen, hoewel je het ook nooit weet. De markt verandert en je weet niet hoeveel 2, 3 jaar al dingen compleet anders zijn geworden op videomarketinggebied. En je moet wel, de enige constante is de verandering.
En daaraan moet je wel toch wel meegaan, ook omdat het leuk is. En ook omdat je deels moet ontmoeten. Ja, nou, dat klinkt als een mooi ambitieniveau. En ja, natuurlijk, het is lastig om zo ver vooruit te kijken. Dat is al helemaal in de online branche waarin wij zitten, dat is logisch. Ja, maar het zal in ieder geval video zijn, hoe dan ook. Ja, ja. Dus, nou ja, dan maak je maar geen zorgen. Mensen blijven toch visueel ingesteld. Ja, nou niet, absoluut. Ja, nee, ik vind het ook leuk. En dat dateert al vanuit de fotografie, uiteindelijk video. Zei hij trouwens in een podcast, maar dat is hij. Ja, goed, wie weet wat jij gaat doen over 5 jaar. Ja, die vraag heeft mij nog niemand gesteld. Dus weet je podcast, joh. Ja. Laatste vraag voor dit interview is, wat is jouw gouden online marketing tip voor de luisteraars? Ja, dat is er eentje die ik eigenlijk zelf ooit gehoord heb tijdens een training in Nieuwegein. En dat is een zin, een quote, en die luidt get in line and stay in line. En het voorbeeld wat erbij gebruikt werd, dat is me altijd blijven hangen. Ik zal hem zo toelichten, maar het voorbeeld hing op aan een bezoek aan de Efteling. Je staat er in de rij voor Fata Morgana, ik noem maar even iets, en je ziet dan nog een hele rij voor je en je weet dat je nog 40 minuten moet wachten. Dat is hier bij de bocht en zo. Komt steeds echt erbij, je kijkt een keer achterom en je denkt van verdorie, het duurt nog wel heel lang en die bobsleebaan, daar staan maar 10 mensen. Weet je wat, ik ga eruit, ik ga naar de bobsleebaan. Maar eigenlijk is die veel minder leuk, die andere is veel trekkelijker. Je gaat eruit en je gaat uiteindelijk toch weer terug naar die Fata Morgana. Sluit dus weer achteraan aan. De parallel die ik wil trekken is, als ik hem op mezelf betrek, is het e-zin wat ik elke 2 weken, de vlog die ik elke 2 weken uitdoe naar mijn abonnees. Dat is ooit begonnen 1 keer per maand. Soms vroeg ik wel eens een maandje over en dan praat ik over 4 jaar geleden ongeveer. En op een gegeven moment besloot ik ga dat gewoon 1 keer in de 2 weken doen, op regelmatige basis omdat het een aantal voordelen heeft. En ik ga me daar ook aan houden. Want de beheerssituatie, het content blijven produceren, is vaak iets waar mensen zich denk ik op voor kijken. Het beginnen wil ik nog wel, maar het beheren, het volhouden, het gewoon blijven doen, dat is vaak de grootste uitdaging. En dat heb ik tot nu toe steeds volgehouden, of het moet zijn dat ik ernstig ziek ben of weet ik veel wat, dat het niet zou kunnen, maar er moet gewoon, wat mij betreft, een ease-in uit die ook waarde heeft. En de ene keer zal het interessanter zijn voor iemand dan de andere keer, maar die met zorg gemaakt is. En dat merk ik gewoon dat die continuïteit, die consistentie eigenlijk, get in line en stay in line, dat die er ook voor zorgt dat je op het netvlies blijft hangen bij mensen en dat ze inderdaad, wat ik in het begin ook zei, mij gaan benaderen voor wat voor vragen dan ook, soms een productie, soms een programma, soms dit, soms dat. En dat is voor een heel groot deel op te hangen aan dat e-zin. Die lijst is ook gegroeid in de loop der jaren uiteraard. En dat is voor mij een soort van heilig iets, wat heel belangrijk is, dat e-mail marketing gebeuren, dan binnen dat e-zin, get in line en stay in line. Voor mij is het e-zin, voor iemand anders misschien iets anders. Maar die consistentie, en dat is een soort gedragsverandering die je misschien moet doorvoeren, want het vraagt discipline. Maar die is voor mij een belangrijk iets vanuit ondernemerswise gezien, als je met online marketing aan de slag, überhaupt als ondernemer aan de slag gaat. Get in line en stay in line, die is echt bij me blijven hangen. Nou, ik denk dat ik hem ook nooit meer vergeet, want je hebt nou 4 keer gezegd ongeveer. Ja, marketing. Nee, ik vind precies. De kracht van herhaling. Ja. Ik vind het echt een hele, hele goede tip. En ik denk voor heel veel ondernemers echt super waardevol. Alleen al omdat het gewoon 9 van de 10 keer niet gebeurt. Ja. En als creatieve ondernemer, ik herken me daar zelf ook in. En ik wil bij deze ook wel de belofte doen. En want dit heb ik voor mezelf al gemaakt, die commitment. Ja. Dat met deze podcast precies zo gaat. Hij is nu 2 maanden onderweg. Ja. En zelfs in die 2 maanden is het dan een uitdaging om elke week een interview te publiceren. Dat kan je nagaan. Ja. Maar dat zal blijven gebeuren en ik merk dat inderdaad nu al, dat per uitzending meer mensen luisteren en je bouwt dat keer voor keer, bouwt dat zich meer op. En inderdaad dat constant daarin zijn, of het nou een blog is of een podcast zoals bij mij dan, of dat je 4 keer per dag iets op Facebook zet of Twitter of whatever. Precies. Doe hetgene wat voor jou werkt. Ja. Ja, goed, bij mij is die geschiedenis met audio en luisterboeken natuurlijk wel aanwezig, dus dan is het audio licht voor de hand. En natuurlijk is het voor jou een e-zine met een video element daarin. Ja, hartstikke... Maak je eigen keuze daarin, ja precies. Ja, daar zal jij waarschijnlijk hetzelfde over denken. Maak niet per se de fout om alles te willen doen, want dan word je gek. Ja, wordt het gewoon te veel en kom je niet meer aan je klanten toe, bij wijze van spreken. Dus doe 1 ding, doe het goed. En andere dingen doen prima, maar dat hoeft dan niet per se zo constant te zijn, denk ik. Klopt. Ja, dat is ook zo. En maak dan je eigen keuze, want nogmaals, ik probeer te inspireren en te enthousiasmeren wat video betreft. Maar uiteindelijk, de ene zal het iets meer aanspreken dan de ander. Als video jou niet aanspreekt, moet je het niet doen. Maar heb je er iets mee en wil je het proberen en merk je dat het leuk is, prima, ik help je graag. Maar maak uiteindelijk je keuze wat voor jou zeg maar belangrijk is binnen jouw business strategie, een uitdaging die je hebt.
Ja, nou ja, ik denk dat meerdere dingen ook gewoon werken wat dat betreft. En ja, video is hot en happening. Dus mensen, bedankt voor het luisteren. Als je iets met videomarketing wilt doen, reis af naar Maastricht. Bezoek TED, dat is echt de moeite waard. Of online. Of online natuurlijk. Ja, ik heb zelf ook een keer zo'n een masterclass bij je gevolgd. Dat was een heel waardevolle dag. Heel veel geleerd die op dat moment. En daar doe ik nu nog steeds mijn voordeel mee. Ja. Beste mensen, ik bedank jullie voor het luisteren naar deze uitzending weer. En volgende week staat er weer een nieuw interview klaar, zoals beloofd. En voor nu alvast een fijn weekend en tot een volgende keer. Tot ziens, Mark. Dankjewel.